Night op Q-Music. Ja, morgenavond een spannende avond. Sowieso voor het zuiden van het land, maar ook de rest van Nederland kan er kennis mee gaan maken. Morgenavond gaat de documentaire over de topcrimineel uit het zuiden in première. Een beetje uitkijken wat ik zeg, want Haan is al aan de telefoon. Hij is een jaar lang gevolgd. Er moet wel een eitje zijn geweest na 12 jaar in de bak te hebben gezeten. En hangt aan de telefoon. Dat is John Jansen. John, goedemiddag. Goeiedag. Goeiedag. Gefeliciteerd met je film. Dankjewel. Spannend lijkt mij dit op dit moment. Ja, mijn leven is spannend, joh. Laten we heel eerlijk zijn. Het heeft wel een reden dat ze jou zijn gaan filmen, toch? Ja, dat denk ik wel, hè. Wat denk jij dat de reden is? Ik denk de persoon zelf, hè. Jij bent niet bepaald een lievertje geweest. Laten we het daar eerlijk over zijn, toch? Een lievertje? Ja. En wat is een lievertje? 12 jaar vastgezeten. 2 keer ontvoerd. Ja. Ontsnapt aan een bomaanslag. Rip deals. Neergeschoten in Kruiningen door de politie. Bankoverval, handel in pillen. En daar gingen miljoenen guldens in om. Ja, dat zeggen ze. Dan heb jij 12 jaar in de cel gezeten. Heb jij nu je leven achter je gelaten? Of, want jij hebt het wel omgegooid, toch? Ik heb niks omgegooid en ik heb niks achter me gelaten. Ik ben nog steeds de persoon die ik altijd ben geweest. Toen in één keer won jij 2,5 miljoen euro in de staatsloterij. Ja, ook dat. Ja. Heb je dat echt gewonnen, die 2,5 miljoen euro? Of is dat lag er eerst nog onder met gas? Nee, ik had nog het 4 miljoen zwart geld ergens gegeven. Ja, dat klopt. Er een kennis die had dat winnende lot. Ja, toen heb ik het overgenomen. En in die film, wat gaan wij een beetje zien? Wat denk jij dat wij te zien krijgen? Ik heb natuurlijk de afgelopen 20 jaar heel veel bagger over me heen gehad vanuit de media. En met name in de Gilead-zaak. En op een gegeven moment, ik ben altijd een beetje uit de publiciteit gebleven. Maar op een gegeven moment krijg je dat je bijvoorbeeld de afgelopen jaren de Crime Top 100, dus sta ik dan weer in, weet je wel, op nummer 88. Dus, is niet heel hoog, John. Ik had wel hoog verwacht. Ik ben wel een beetje gezakt, maar ik had hem liever op 109 gehad, weet je wel? Ja, dat snap ik. Er staan dan dingen in van mensen ledematen afsnijden, opsturen naar familieleden. Kijk, en als je dan je dochter belt van pa, weet je wat er nou weer in staat? En ik heb ook 2 kinderen, ik heb 4 kleinkinderen, snap je? En heb jij geld verdiend aan de film? Want het komt niet heel vaak voor, zeg maar, dat een topcrimineel, want zo noem ik jou dan maar even, hè, misschien mag ik dat niet zo zeggen, maar dat die zo van dichtbij gevolgd wordt. Nou ja, kijk, dat is wel eerder gebeurd natuurlijk, hè, maar... Wat voorbeeld bedoel je dan? Holleder bedoel je? Of, dat bedoel ik, ja. Dat is een topcrimineel die ook door de media natuurlijk flink gevolgd is en het eindresultaat is de eeuwige oren, hè. Dus dat, ja, inderdaad. Nou, ik heb Holleder ook nog ooit in mijn studio gehad. Ja. Op een paar dagen nadat hij vrij was. En sindsdien hebben we hem inderdaad niet meer gezien. Toen is hij. Maar jij blijft op een of andere manier toch buiten de tralies op dit moment. Ja, ik doe ook niks fout, hè, dus. Huh? En jouw kinderen en kleinkinderen, die kijken ook wel op een bepaalde manier tegen jou op dan, toch? Denk ik, of niet? Die zijn heel trots op me. Ja. Dat heb ik als vader wel bereikt, ja, dat mijn kinderen heel trots op me zijn. Maar word je dan, zeg maar, als je zoon bent van of dochter van John Jansen, word je dan advocaat, of bankier, of automonteur? Of krijg je het met een beetje de paplepel ingegoten hoe het thuis gaat? Nee hoor, die keuze maken ze zelf, hè. Dat laat ik ze helemaal vrij. Hoe zou je het vinden als je kinderen bij de politie zijn? Nou, daar heb ik niks tegen hoor. Stel voor dat ik in politie was. Hè? De film gaat vanaf morgenavond zeker draaien, overal. Ja, klopt. En we gaan afwachten wat hij gaat doen, wat hij op Movie Meter gaat doen bijvoorbeeld. Ik weet niet wat hij gaat doen, ik zie het allemaal wel. Maakt jou niet zoveel uit ook, als het maar verteld wordt. Nee, echt niet. Het is voor mij al heel wat er nu gebeurd is. Dus denk ik dat, ja, John, mag ik jou bedanken voor je verhaal en succes met alles. Helemaal goed, jij ook. Ja. Uitzending en veel succes met je werk. Make you, make us cute.